Hallo. Ik wil vandaag wat vertellen over de tolk Nederlandse gebarentaal op de televisie. En heel specifiek over de gebaren die tolk gebruikt. Ik heb vandaag mijn charmante assistente Onno meegenomen. Dit is zijn naamgebaar, die alles zal vertalen naar de Nederlandse gebarentaal. Er was één gebaar wat eruit sprong in de persconferenties die op tv getolkt werden, en dat was het gebaar hamsteren. Weet u nog? Een verwoede blik in de ogen en twee handen die snel al het wc-papier bij elkaar aan het graaien zijn, wat ze kunnen. Waarom sprak dat gebaar nou zo tot de verbeelding? Nou, eigenlijk omdat het een beeldend gebaar is. Een iconisch gebaar, zeggen we in de taalkunde. Dat wil zeggen, er zijn eigenschappen van de vorm van dat gebaar die we kunnen koppelen aan de betekenis, waardoor we het idee hebben van, ik snap dat wel. In de zin van, ik begrijp waar het vandaan komt, of ik zie het, ik zie de betekenis in de gebaren, in de vorm van de bewegingen terug. Er is iets wat ons helpt, ook weten we uit onderzoek, helpt om te onthouden wat de betekenis is bij het herkennen van dat gebaar. Nou is het zo dat verschrikkelijk veel gebaren in de Nederlandse gebarentaal iconisch zijn. Een dikke meerderheid, zou ik zeggen. Maar het is niet zo dat die gebaren daarmee op de een of andere manier vanzelfsprekend zijn. Dat ze begrijpelijk zijn. Iconische gebaren, die hebben een verhaaltje bij zich voor degene die dat ziet. In the eyes of the beholder wordt er vaak gezegd, hè? Alleen als je het weet, dan zie je het. Die relatie tussen vorm en betekenis, die is er pas als je die twee ook daadwerkelijk hebt geleerd. Dus als je weet wat het gebaar betekent, dan kun je zeggen van, oh ja, nou begrijp ik het. Maar als ik dit gebaar maak bijvoorbeeld, of dit gebaar, dan denk ik dat als we een experimentje met elkaar zouden doen, dat u niet in meerderheid zult raden wat deze twee gebaren betekenen. Maar als ik zeg dat ze wit betekenen en dat ik hier naar mijn witte kraagje wijs, wat in dit geval helemaal niet wit is, dan denkt u misschien, oh ja, wit, ja natuurlijk, want je wijst naar het boordje. Klassiek, prototypisch boordje, dat is wit. En daar wijs je naar. Dus daarom is dit gebaar wit. We begrijpen misschien iets over het ontstaan, terwijl we helemaal niet kunnen vaststellen feitelijk of dat ook daadwerkelijk zo is ontstaan, want van de meeste gebaren hebben we helemaal geen goede beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de etymologie. Maar we kunnen in ons eigen beleving daarvan vaststellen van dat zijn beeldende gebaren. Die zijn waarschijnlijk zo vanwege die relatie tussen vorm en betekenis die ik daar zie. Dit gebaar moe, vaak met een specifieke mimiek erbij, maar dat wisselt een beetje in de context. Moe, als u eenmaal weet dat dat moe is, dan denkt u ook misschien alle energie zakt uit mij weg. Ik ga slapen, moe. Maar toen ik het u net voor het eerst liet zien, denk ik dat de meeste mensen helemaal niet meteen dachten, dit betekent, hè? Misschien dacht u wel dat het verwees naar mijn shirt of naar de kleur blauw of nou, noem maar op. Het zou naar de longen kunnen verwijzen, het zou een goed gebaar eigenlijk zijn voor corona. Coronavirus in de Nederlandse gebarentaal is coronavirus. Corona vanwege de longen, we tikken de longen aan. Een internationaal gebaar dat heel veel gebruikt wordt, of gebaar wat in heel veel landen gebruikt wordt, is dit gebaar. Waarbij je de vorm van dat virusdeeltje nabootst met je handen. Allemaal iconische gebaren, maar toch verschillend, omdat ze elk met hun eigen ontstaansgeschiedenis bewaard zijn gebleven en in gebruik zijn in verschillende gemeenschappen. Er is trouwens verschrikkelijk veel discussie geweest op Facebook en misschien is dat ook wel het type discussie van de social media discussie, waarvan je denkt dat het heel veel is omdat je er van alles van leest, maar misschien dat de gemiddelde dove Nederlander het allemaal niet zoveel kan schelen. Maar discussie over de vraag van, is dit nou een mooi gebaar voor corona? Is dit het goede gebaar voor corona? Moeten we niet dit gebruiken?
omdat ze het in andere landen doen. Echt discussies die we ook terugzien bij nieuwe woorden. En als er nieuwe woorden in het Nederlands komen, is er elk jaar er is een verkiezing van het mooiste nieuwe woord van het jaar, het verschrikkelijkste nieuwe woord en noem maar op. Diezelfde discussie die hebben we ook over gebaren. Maar al die nieuwe gebaren die bedacht worden, zijn over het algemeen iconisch. Op het moment van bedenken is het blijkbaar niet zo dat dove mensen gaan denken van wat kan ik allemaal met mijn vingers en met mijn lichaam en laat ik eens even dit gebruiken als een nieuw gebaar. Nee, mensen beginnen met de betekenis. Welk concept wil ik hier uitdrukken en welke vorm gaan we daarvoor bedenken? Die vorm die wordt altijd gebaseerd op iets wat mensen associëren met het concept of wat een plaatje wat ze associëren met dat concept of een bepaalde handeling. Dat is wat er in de vorm van gebaren terug te zien is. En dat is wat er bij neologismen, nieuwe woorden, nieuwe gebaren, altijd gebruikt wordt. Die iconiciteit van die gebaren, die relatie tussen vorm en betekenis, die je kunt zien, die je kunt onthouden, die helpt ook een beetje bij het onthouden van nieuwe gebaren op het moment dat je wat ouder bent. Dus ik begon gebarentaal te leren op mijn 20ste ongeveer. Voor mensen in die leeftijd en ook voor wat oudere kinderen helpt het, weten we uit onderzoek, om die iconiciteit te zien. Dat is een geheugensteuntje wat je kunt gebruiken. Het is wel extra informatie wat je moet opslaan, maar blijkbaar werkt ons hoofd toch zo dat dat als geheugensteuntje fungeert bij het onthouden van de vorm van die gebaar. Bij baby's, bij dove mensen die gebarentaal vanaf de wieg leren, werkt dat helaas niet zo, want die hebben vaak nog helemaal niet de kennis van de wereld die nodig is om zo'n relatie te zien van wit of rood, bijvoorbeeld de rode lippen. Maar voor wat oudere mensen is de iconiciteit een hulpmiddel, weten we. Die iconiciteit van gebaren, we hebben het nu even over de woordenschat, het lexicon, maar datzelfde geldt voor de grammatica van gebarentaal, daar is ook heel veel iconiciteit. Die was heel lang voor taalkundigen een reden om die gebarentalen niet serieus te nemen. Een beetje eigenlijk wat ook in social media bij die discussie of bij die bespreking van wat mensen in de tolk allemaal zagen, van hamsteren tot dood en weet ik veel, allemaal aan de orde kwam. Je hebt het idee dat je naar een soort pantomime stuk zit te kijken en niet naar een taal. Maar wat een misvatting natuurlijk, want die tolk die is in staat om die hele inhoud van die persconferentie in die visuele taal om te zetten. En dat kan niet anders dan betekenen, hè, alleen al op basis van die functie, dan dat dat een volwaardige taal is. We deden als taalkundigen in de vorige eeuw soms een beetje krampachtig over die iconiciteit, omdat we niet in de gaten hadden dat we die ingesproken taal ook heel erg veel hebben. Dat is onderzoek eigenlijk ook van de laatste 10 jaar steeds meer, wat laat zien dat we niet alleen onomatopeeën in gesproken talen hebben, klankwoorden van het type blaffen en piepen en kraken, maar dat er op allerlei gebieden relaties zijn tussen de vorm, de klankvorm van gesproken talen en de betekenis in allerlei gesproken talen. Gebarentalen hebben dat natuurlijk veel meer, omdat er veel meer dingen zijn die een zichtbare vorm of handeling betekenen dan dingen die een klank betekenen. We praten gewoon minder over klanken en omgekeerd kunnen we met onze spraak veel minder dingen doen, als het ware. Er staat hier een krukje met een microfoon voor mij. Ik kan niet met mijn mond een krukje nadoen, terwijl ik heel goed zoiets kan doen voor krukje. Ik kan dat visueel heel goed uitbeelden. Dat is waarom er zoveel iconiciteit in die gebarentalen te vinden is. Maar nog steeds zie je wel eens een beetje een defensieve toon in artikelen over gebarentaal van ja, echt niet alle gebaren zijn iconisch. Dat is ook zo. Er zijn ook gebaren zoals vakantie bijvoorbeeld of wonen die helemaal geen enkel verhaaltje bij zich dragen waar geen enkele relatie tussen de vorm en de betekenis is te bespeuren.
Maar de meerderheid van de gebaren, en dat zien we dus onder andere bij die neologismen, zoals corona heel goed, die hebben wel zo'n verhaaltje. Daarbij is wel een relatie tussen de vorm en de betekenis te detecteren. Tot slot wil ik u vooral aanmoedigen om te genieten van die iconische gebaren. In de zin, kijk naar de tolk op de tv, bij de persconferenties, bij de journaals. Niet alleen 's ochtends, maar inmiddels ook bij het 8-uur-journaal, zoals u misschien weet. En ook bij Zapp Live voor kinderen is tegenwoordig een tolk aanwezig. Wat u daarvan meekrijgt aan gebaren, omdat u denkt van hé, dat moet wel dat betekenen en iconische gebaren detecteert, doe daar uw voordeel mee en gebruik ze ook. Er is niks op tegen om in het dagelijks verkeer, als iemand u niet goed kan horen bijvoorbeeld, om een gebaar te gebruiken of om extra expressief te zijn, om te zeggen van ik ben die corona zo zat. Ik zeg maar wat. Willekeurig voorbeeld. Die iconiciteit die kan u helpen om daar plezier in te hebben misschien, maar het kan ook helpen om de gebaren te onthouden. En ook al bent u daar niet meteen spreker van een gebarentaal mee, daar kom ik in een ander webcollege op terug. Het is wel een aardige manier om gebarentaal stapje voor stapje een klein beetje te verkennen. Dag!